De CARICOM Electorale Waarnemersmissie onder leiding van Dora James is gestart met haar werkzaamheden in Suriname. In dit kader is er een beleefdheidsbezoek afgelegd aan minister Ildis Bigli van Buitenlandse Zaken. Volgens de bewindsvrouwen zijn deze verkiezingen voor de CARICOM heel bijzonder. Dit tegen de achtergrond van de wereldwijde uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie. Suriname is namelijk het eerste land in de regio die een verkiezing organiseert onder de huidige COVID-19-omstandigheden en zal daarom als model dienen voor de regio. Inmiddels hebben we met de CARICOM gesproken, de waarnemers van de CARICOM. Behalve dat ik als Min Busa met ze heb gesproken, hebben ze vanmorgen ook de president kunnen ontmoeten. Ze hebben daarnaar gevraagd. Heel goed gesprek was dat. Ik weet dat er al politieke partijen zijn gesproken, waaronder de NDP, ik dacht de VHP ook. En zij zullen hun traject doortrekken tot het moment van verkiezingen, de verkiezingsdag. En dan blijven ze er nog 2 dagen, want dan vertrekken ze op 27 mei. Zo ook de OAS. We hebben daarnaast het verzoek van ambassades hier te landen, die ook observersrol willen vervullen, een waarnemersrol. En daar hebben we 5 of 6 ambassades voor. De ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, van Brazilië, van Indonesië, van India, van Venezuela. Dus observeren, waarnemen is een kunst. En we gaan ervan uit dat ook deze ambassades de kunst zullen beheersen van waarnemen. Minister Bigli wijst met nadruk erop dat de verschillende buitenlandse waarnemers geen invloed mogen uitoefenen op het verkiezingsresultaat. De regionale instituten die de waarnemers hebben afgevaardigd, zijn ermee bekend dat Suriname geen inmenging toestaat in binnenlandse aangelegenheden. Dus onverwacht voor dat de Congiwa opinie abraf saipsa in het proces. De mag luku. Die mag schrijven en die mag met de rapport. En aan het eind van het proces, dat ik kan je even of toefding dat van de ervaring. Maar ervaring no mag druis in akondre in doen aan laten. Want aan het defa nodig voor je ding mening in is sa unu ik go do. Sa uwani, dat de chara verzekering. Dat de verkiezing go eerlijk, de go transparant en dat no one een krieke sekese na degede, san kan had a verkiezing in het algemeen.